Onderweg in de ambulance kreeg hij vervolgens een zeer zware hersenbloeding. Op veel plaatsen is voor een spoedig herstel van Sharon gebeden, zoals hier met de klaagmuur. Everyone should pray for his recovery. Hopefully he'll get better soon. Op veel sympathie in de Palestijnse gebieden kan Sharon niet rekenen. Voor de Palestijnen is hij vooral een meedogenloze generaal. De bevoegdheden van Sharon zijn overgenomen door vicepremier Olmert, ook lid van de Kadima-partij, die Sharon vorige maand oprichtte. In de peilingen was Kadima inmiddels de grootste partij geworden. En in Jeruzalem, bij het ziekenhuis waar Sharon is opgenomen, staat correspondent Erdo Rosenthal. Erdo, Sharon was de laatste jaren opmerkelijk populair geworden. Blijkt dat ook uit het medeleven, nu het slecht met hem gaat? Ja, de mensen zijn enorm geschrokken. Iedereen is gekluisterd aan de radio en de televisie. Het is het onderwerp van gesprek bij iedereen die je tegenkomt. En wat erg opvallend is dat opeens over Sharon wordt gesproken als over de vader des vaderlands. De man die met zijn militaire ervaring en zijn politieke ervaring 5 jaar lang leiding heeft gegeven aan de strijd tegen de Palestijnen tijdens de Intifada. De man die daarna de Gazastrook heeft ontruimd en de nederzetting heeft opgeheven. Maar er komen zijn ook andere geluiden te horen, namelijk vanuit die opgeheven nederzettingen. De kolonisten die daar zijn verjaagd door Sharon, die nog steeds woedend zijn dat ze zonder werk zijn, dat ze in hotels moeten wonen. En er zijn kolonisten, religieuze kolonisten onder die groepering die zeggen, Sharon is gestraft door God voor wat hij ons heeft aangedaan en voor het feit dat hij delen van het Bijbelse land Israël heeft teruggegeven aan de Palestijnen. Ja, iedereen gaat er eigenlijk wel vanuit dat er een einde is gekomen aan de politieke loopbaan van Sharon. Hoe moet het dan verder met die partij die hij nog maar net heeft opgericht? Ja, dat is een goede vraag. Niemand weet het eigenlijk. Niemand weet wat er met die nieuwe partij van Sharon, die Kadima heet, gaat gebeuren. Het is een partij eigenlijk ontstaan rondom de persoon van Sharon. Een partij zonder een partijprogramma, zonder partijorganen, die nog helemaal in oprichting was. En met als enige bindmiddel de persoon Arik Sharon. En niemand weet wat er gaat gebeuren als Sharon wegvalt in die partij. En vooral wat er met de honderdduizenden kiezers gaat gebeuren die van plan waren om bij de eerstvolgende verkiezingen op 28 maart massaal voor Sharon te stemmen. Waardoor hij verreweg de grootste politieke partij van Israël zou gaan worden. Niemand weet of die kiezers nu weg zullen blijven en op hun oude partijen opnieuw zullen gaan stemmen. Dankjewel. Onze correspondent in Israël, Erdo Rosenthal. Met het onverwachte einde van de politieke carrière van Ariel Sharon komt er ook een einde aan een tijdperk. Het grootste deel van zijn leven stelde Ariel Sharon als militair en politicus in dienst van de Joodse staat. Ariel Sharon, hij zat ruim 20 jaar in de politiek, maar is voor velen altijd een generaal gebleven. Een niets ontziende ijzervreter die op eigen houtje controversiële missies onderneemt. Sharon trekt altijd zijn eigen plan. Tijdens de Israëlisch-Arabische oorlog in 1973 steekt hij zonder overleg het Suezkanaal over. Het is een meesterzet, want het Egyptische leger is totaal verrast. Toch kost het Sharon zijn baan. Het leger kan zo'n onvoorspelbare generaal niet accepteren. Sharon begint dan een politieke carrière en wordt lid van de rechtse Likud-partij. De zoon van Russische immigranten heeft altijd één doel voor ogen: de veiligheid van Israël garanderen. Als minister van Defensie leidt hij een massale operatie tegen Palestijnse guerrilla-strijders in Libanon en rukt hij op tot in Beirut. Als de invasie uitmondt in de massamoord op honderden Palestijnen door Libanese christelijke milities, verliest Sharon opnieuw zijn baan. Hij wordt mede verantwoordelijk gehouden voor de moorden. Maar Sharon verdwijnt niet uit de politiek. Tijdens de verkiezingscampagne in 2000 presenteert hij zich als de man die Israël veiligheid kan bieden. Te midden van honderden Israëlische militairen bezoekt hij de voor zowel moslims als joden heilige Tempelberg. De Palestijnen zijn woedend. De tweede intifada is begonnen. Sharon krijgt eindelijk het langbegeerde premierschap. Vrede met de Palestijnen is volgens hem onmogelijk. Hij belegert de Palestijnse leider Arafat jarenlang in zijn hoofdkwartier in Ramallah. Arafat, one must understand, we speak about a murderer. It's a man, he's a murderer. A pathological liar.
In onderhandelingen ziet Sharon geen heil. Sharon wil wel vrede, maar alleen op zijn voorwaarden. Afgelopen zomer besluit hij zonder overleg met de Palestijnen de Israëlische nederzettingen in de Gazastrook te ontruimen. Nederzettingen die mede op zijn initiatief zijn gebouwd. In Sharons eigen Likud-partij is er veel verzet tegen zijn beleid. Sharon richt een nieuwe partij op, Kadima, voorwaarts. Volgens peilingen zou hij in maart opnieuw de verkiezingen hebben gewonnen om door te gaan met zijn eigenzinnige beleid. Het korte nieuws nu, Jeroen Overbeek. Bij twee zware bomaanslagen in Irak zijn meer dan 120 mensen gedood. In een drukke straat in Kerbala blies een man zichzelf op, vlakbij een van de belangrijkste Sjiïtische heiligdommen van de stad. Zeker 50 mensen kwamen om. En in de stad Ramadi, in het westen van het land, pleegde een man een zelfmoordaanslag op een groep recruten voor leger en politie. Daar vielen zeker 70 doden. En in Afghanistan zijn bij een zelfmoordaanslag 10 mensen omgekomen. Die aanslag was in Tirin Kot, in de provincie Uruzgan, waar de Nederlandse militairen misschien naartoe worden gestuurd. Een zelfmoordenaar blies zich op in een overdekte markt. Tientallen mensen raakten gewond. In de islamitische heilige stad Mekka zijn zeker 15 mensen omgekomen toen een flat om onduidelijke redenen instortte. In het gebouw logeerden pelgrims. Die waren naar Mekka gekomen voor de jaarlijkse islamitische bedevaart, Hajj, die later deze week begint. De Hajj trekt elk jaar 1 miljoen moslims. Twee tieners zijn in Turkije overleden aan de vogelgriep. Het is de eerste keer dat mensen buiten het Verre Oosten overlijden aan het dodelijke virus. Het gaat om een jongen van 14 en zijn 15-jarige zus. Het meisje overleed vanochtend. Haar broer stierf afgelopen zondag. Naar nu blijkt ook aan de vogelgriep. In het ziekenhuis ligt nog een patiënt met de symptomen van het virus. En dan Nederlands nieuws. Bierbrouwer Grols levert niet meer aan Albert Heijn. Als de voorraad is uitverkocht, is het bier niet meer verkrijgbaar in de supermarkten. Grols en Albert Heijn konden het niet eens worden over de inkoopprijzen voor het bier. Of Grols blijvend uit de schappen verdwijnt, is nog de vraag. Want er wordt nog wel onderhandeld. En dat was nieuws in het kort. De drie jongens die worden verdacht van betrokkenheid bij de dood van een Deventernaar hebben zichzelf bij de politie aangegeven. Het 20-jarige slachtoffer overleed in de kerstnacht na een val, na een ruzie. Velen zagen dat als een voorbeeld van zinloos geweld. Afgelopen dinsdag werden in het programma Opsporing Verzorgd beelden vertoond van de drie verdachten. De beelden waren afkomstig van een bewakingscamera. Er is een man die heeft die uitgezonden beelden gezien en herkende de jongens die daarop stonden. Hij is naar hen toegegaan en heeft tegen hen gezegd van je zult daar wat mee moeten. En vervolgens zijn die drie jongens die zijn naar de politie in Apeldoorn gegaan. En toen zijn ze aangehouden? Daar zijn ze kort gehoord uiteraard en daarna als verdachte aangehouden. Ze hebben bekend? Ze hebben inmiddels een bekentenis afgelegd en in ieder geval aangegeven dat ze met die mishandeling van doen hebben. Het slachtoffer was in de kerstnacht gaan stappen met zijn vriendin. Op de terugweg naar huis kwamen ze drie jongens tegen. Er ontstond een ruzieachtige sfeer. Het is onduidelijk waarom. De vriendin probeerde nog om de ruzie te sussen, maar ze kon niet voorkomen dat een van de jongens het slachtoffer een klap verkocht. Hij viel en overleed. De drie jongens die nu zijn aangehouden zijn 19, 22 en 23 jaar en ze komen uit Apeldoorn. Ze zijn de hele dag nog verhoord. Een spannend verslag van een schaakwedstrijd. Dat was 50 jaar geleden het allereerste onderwerp in het allereerste NOS-journaal. Toen nog NTS-journaal geheten. Er is sindsdien veel veranderd. Meer snelheid in de uitzendingen, meer live verslaggeving en het aantal uitzendingen is gestegen. Van 3 per week naar 19 journaals per dag. 50 jaar televisiejournalistiek met vele hoogte- en dieptepunten en vele gezichten. Oud-presentatoren waren vandaag nog 1 keer op onze redactie en namen nog 1 keer plaats in de studio om een uitzending te presenteren. De Stichting Recreatie heeft de laatste 3 jaar acties gevoerd om de vakantiedrukte in Zuid-Limburg over een omstreden noodverordening heeft niets opgeleverd. Dat was het. Nou, hoe was het presenteren vandaag? Heel erg leuk. Ja, het was aan de ene kant enigszins vertrouwd en het had toch wat spanning. Maar ik vond het heel erg leuk om te doen. Werd in 1980 nog gesproken over pas op de plaats maken of bijstellen. In het afgelopen jaar is een 15-jarig meisje overleden aan de vogelgriep. Haar 14-jarige broer stierf afgelopen zondag, naar nu blijkt ook aan het vogelgriepvirus.
die was fantastisch. Vond je? Als van oud. Kijk, wat ik er altijd leuk aan vond, en ook nu weer, is dat er op een bepaald moment van je verwacht wordt dat je je best mogelijke prestatie levert. En die uitdaging, gong gaat, dan moet je het doen. Techniek, ruimtevaart. Dit jaar geen wandelingen of ritjes meer op de maan. Wel, dat was het. Het volgende NOS-journaal is om 1 uur met, en dan voor u wel zo prettig, Loes Haasdijk. U heeft dus verder een zeer aangename dag en ik wens u een goedemiddag. De grote veranderingen zitten in het feit dat, zeg maar, het toeleveren van nieuws, het er met camera's rechtstreeks bij kunnen zijn waar het nieuws zich voordoet, waar ook de wereld, bij wijze van spreken, midden in de woestijn, dat je dat gewoon à la minuut in je uitzending kunt hebben. En dat hadden we niet. De temperatuur was voortdurend boven nul en daarom veel water op het ijs. Maar ze was 5 maanden zwanger en moest zich bij de douane uitkleden. Daarna werd ze in bijzijn van haar zoontje lichamelijk onderzocht. Jongen, van harte welkom. Ja, dankjewel. Alsof je niet bent weg geweest. Dat ben ik ook, hè. Maar hoe lang bent u weg? 3 jaar en 3 maanden. En 3 uur. Hoe verklaar je dat toch? Dat er nog steeds mensen denken dat u eigenlijk nog het journaal presenteert? Ja, dat weet ik niet. Dat is misschien doordat je zoveel in beeld gebleven en zoveel journaals hebt gepresenteerd, dat het daardoor lijkt of je er nog steeds bent. Maar ik ben er niet meer. Zolang er geen basisverzekering is, blijft het ziekenfonds natuurlijk bestaan. De bedrijven kunnen het niet eens worden over de inkoopprijs van het bier. Heeft u nog een tip of een advies voor de nieuwe NOS? Let op het taalgebruik. Geen overbodige woorden, geen verkeerde klemtonen. Goed je Nederlandse taal spreken. Foto's van de planeet Mars van zo dichtbij en zo scherp als drugs in lichaamsholtes. Aanleiding is een advies van de Nationale Ombudsman. Heer Laroes, mooie dag hoor. Als men morgen mij op zou bellen en zei, we hebben de hele week niemand, dan kom ik weer graag een week het 8 uur journaal presenteren. Tja, zo ging dat dus vandaag op de journaalredactie. En ook vandaag worden daar weer programma's gemaakt die door het publiek als betrouwbaar worden beschouwd. Want uit onderzoek van Maurice de Hond blijkt dat volgens 81% van de kijkers het journaal aan objectieve berichtgeving doet. Marga van Praag polste de opvattingen over het journaal dat al meedraait vanaf het allereerste begin. Dat van 8 uur. Het hoort er zo bij. Het hoort er helemaal bij. Altijd. Vaste prik. 8 uur journaal? Ja. Wat betekent dat voor u? Dat is voor mij een stuk informatie van wat ik nog verder wil lezen, et cetera. Of wat er werkelijk aan de hand is in de wereld. Ja. Vind het plezierig, vind het makkelijk. Ah, dan ben ik nog aan het werk. Ik zit achter de computer. Zomers gaan we er zelfs voor naar binnen. Met mooi weer. Oh ja? Ja, dan ga je naar binnen. Oh, ja. Even nieuws kijken, zeg ik dan. En als afgelopen is, ga ik weer naar buiten. Ik kies meestal RTL nieuws. Dan kijk ik naar NRC op Talpa met Boven en Verdorens. Waarom kijkt u niet naar het NOS-journaal? Omdat ik dat andere programma leuker vind. Ik moet werken. Ik ga zo meteen werken. Om 8 uur 's avonds ook? Ja, ik werk in een horeca, een restaurant en ik moet blijven werken. Wat doet u 's avonds om 8 uur? Wat doe ik 's avonds om 8 uur? Ik vind het wel een beetje indiscreet hoor. Een beetje privé. Maar goed, wat doe ik 's avonds om 8 uur? Naar het NOS-journaal kijken. Als ik thuis ben. En vanavond kunt u zien hoe het eraan toe gaat achter de schermen bij het NOS Journaal in de documentaire Het Schitterende Scherm. Op Nederland 1 om 8:55, meteen na het journaal van 8 uur. En voorafgaand aan het journaal om 7:30 blikken we ook terug op 50 jaar weerbericht in het journaal. In de documentaire Het Weer Zien. Stapelwolken stapelen zich op in de omgeving van Drenthe en aan het IJsselmeer. Bij tropentemperaturen van boven de 30 graden waren bikini en zwembroek favoriet. Maar Spakenburg bleef zichzelf. Een van de zwaarste stormen van de laatste 50 jaar heeft in ons land aan 9 mensen het leven gekost en voor tientallen miljoenen guldens aan schade aangericht.
Ja, zo ging het dus de afgelopen jaren. Maar vandaag wordt het weer gepresenteerd door Marco Verhoef in een wat modernere omgeving. Ja, inderdaad, de omgeving is modern, maar voor het weerbericht hadden we net zo goed in zwart-wit uit kunnen zenden. Want het was vandaag een behoorlijk grijze boel en dat blijft het de komende 24 tot misschien wel 48 uur ook nog. Het heeft alles te maken met veel lage bewolking in onze omgeving. Heel Centraal-Europa ligt daaronder. Het ziet er allemaal niet actief uit, valt ook vrijwel geen neerslag uit, maar het beïnvloedt wel ons weer. Afgelopen uren alleen maar grijze wolken. Het lijkt allemaal wat actiever te worden, maar ik denk dat dat toch voornamelijk hoog in de lucht zich bevindt, die bewolking, en dat daar vrijwel geen neerslag mee meekomt. Wel actieve buien in het Middellandse zeegebied op een enkele plek. En bijvoorbeeld in Sicilië, de buurt van Sicilië, kan wat neerslag vallen. En een wolkenband over de Atlantische Oceaan, en die schuift langzaamaan voornamelijk richting Spanje en Portugal. En dat betekent ook dat daar de komende 24 uur wel stevige buien kunnen gaan vallen. Kan onweren en in de Spaanse bergen boven de 1400, 1500 meter zal wel sneeuw gaan vallen. Verder in Centraal-Europa vrij veel bewolking, maar niet al te veel neerslag. Of zeg maar rustig, vrijwel overal droog. En dat geldt ook voor onze omgeving. Temperaturen daarbij. Het continent rond of net iets boven het vriespunt. De warmere lucht in het zuiden, in Spanje, langs de zuidelijke costa's en ook de Algarve in Portugal, wordt het zo'n 15 graden. En aan de andere kant van de weerkaart ook een graad of 15 op Kreta. De kou zit in het noorden. Scandinavië overdag met matige vorst, en dat geldt ook voor Rusland en de Baltische Staten. Terug naar Nederland. Vannacht, wij hebben temperaturen die net onder nul uitkomen. De bewolking zal overheersen. Misschien een enkele opklaring in het zuiden, stelt niet al te veel voor. En er zou eens een keer wat lichte neerslag kunnen vallen. Ook dat stelt heel weinig voor. Een matige oostelijke wind erbij, en die hebben we ook morgen overdag. Weinig verandering in het weerbeeld. Het is een beetje saai. Vooral in het noorden zou wat lichte neerslag kunnen vallen. In het zuiden een enkele opklaring en de temperatuur komt net boven het vriespunt uit. Ja, dan het lichtpuntje in het weerbericht. De kleur komt erin. Zaterdag en zondag en ook maandag. De zon krijgt geleidelijk wat meer ruimte. De wind gaat wat draaien naar het zuidoosten. En de temperaturen in de nacht die gaan wat naar beneden omdat er wat meer opklaringen komen. En overdag is het een paar graden zachter omdat de zon dus af en toe schijnt. De lange termijn laat zien dat de temperatuur na het weekend geleidelijk nog iets weet te winnen. Vooral de nachten worden wat minder koud. En de neerslagkans is aanwezig, vooral op de dinsdag en woensdag. Tot zover het 6 uur journaal. Hier begint zometeen 2 vandaag. En onze volgende uitzending is om 8 uur op Nederland 1. Ik wens u een hele prettige avond.